iedereen is een psychose heel anders. Wat heb ik allemaal geloofd? Ik was daar rotsvast van overtuigd. Depressie, dat is echt zo ups en downs. Ze zeggen dat wij te lui zijn om te werken, dat we profiteren van de maatschappij. Je leert dan mee leven en je kunt zelfs ook gelukkig zijn. Je kunt niks niet permitteren. Je zegt, kun ik niet op reis gaan, kun ik niet op vakantie gaan. Maar een menswaardig leven is er zeker niet bij. We willen geen slaaf zijn van de armoede. Dat is eigenlijk dat tikkeltje meer dat de mensen dan achteraf zeggen, ik heb er echt deugd van gehad. Introducing to you this tool, and it's called the Photonics Explorer. Stroom uit de socioculturele sector is niet zo hoog als gedacht. Ik ben alleen maar mensen tegengekomen die met veel goedsting, zelfs passie, werken. Het zijn meestal boeken die heel vaak geraadpleegd worden, die bij elke nieuwe raadpleging dat er schade toekomt. Dus uiteindelijk is dat toch wel vrij dringend en urgent. Ja.